Hoi, welkom bij deze video over artrose. Artrose noemen we ook wel slijtage van het kraakbeen. En slijtage is een degeneratief proces van het kraakbeen. En dat houdt eigenlijk in dat het langzaam steeds slechter wordt. De kwaliteit van het kraakbeen gaat eigenlijk achteruit. Nou, het kraakbeen wordt dunner. Zoals je hier ziet, zie je de wervel, wervel en wervel, tussenwervelschijf. Dus dat is kraakbeen. En hier zien we ook kraakbeen en hier is hij dus al dunner. En als die dunner en zachter wordt, krijgt, ja, gaat het lichaam erop reageren. En dan kan er een soort reactie ontstaan. En deze reactie is een soort osteofietvorming. Dus extra bot aanmaak, bij de, ja, hier bij de facetgevrichten. Maar dat kan ook hier aan de rand van de, van de wervels ontstaan. Zoals je hier ziet, hier zie je osteofietvorming. En ja, het raakt eigenlijk ontstoken. En het kraakbeen gaat daardoor la, ja, langzaam kapot. Hier zien we dus een goed voorbeeld... Bot, met hier een laagje kraakbeen, wat er nog goed uitziet. En hier zien we dus dat het kraakbeen weg is. Nou, wat is de functie van het kraakbeen? Het, het kraakbeen zit dus overal in het lichaam. Hè? Nou, heb ik hier um, de wervelkolom, maar we hebben het ook in onze knie, onze enkels, uh, in onze nek, in onze arme hand. Overal zit eigenlijk kraakbeen. En het kraakbeen zorgt eigenlijk voor. Als functie heeft het kraakbeen het opvangen van schokbelasting, dus als we gaan rennen dan gaan die wervels hier die, die gaan een beetje op en neer en het kraakbeen zorgt ervoor dat de schokken opgevangen worden. Ook zorgt het kraakbeen voor een goede bewegelijkheid, dus dat de gewrichten of de wervels hier in dit geval ten opzichte van elkaar goed kunnen bewegen. Of als we een kniegewricht hebben, dat het kniegewricht goed kan bewegen. Nou, wat zijn de symptomen bij, ja, bij artrose? Met name ervaren we vaak uh, stijfheid, met name in de ochtend. Vaak gaat dat gepaard met pijn, bewegingsbeperking. En vaak hebben we dus ook last van uh, knakkende uh, ja, gevoel, zeg maar. Een knakkend gevoel, dus dat noemen we ook wel crepitaties. Nou, wat is nou de beste behandeling voor uh, artrose of slijtage? Nou, we kunnen artrose dus niet verhelpen, maar we kunnen er wel zo goed mogelijk mee omgaan. En de het kwaliteit van het kraakbeen optimaliseren middels fysiotherapie. Dus middels oefentherapie kunnen we dus het kraakbeen smeren, optimal houden. En de spieren rondom het betreffende gewricht kunnen we versterken, waardoor het kraakbeen minder belast wordt. Dus neem altijd even contact op met de fysiotherapeut. Die kan een goed onderzoek doen en die kan je helpen bij een, uh, ja, bij een goed behandelplan. Nou, dit was de video over artrose. Onder deze video heb ik nog veel meer informatie staan. Ook over de verschillende locaties hè, van artrose. Dus artrose van de knie, artrose van de heup. Daar kun je dus op doorklikken. En dan kun je het uh, betreffende artikel weer lezen. Nou, hartelijk dank voor het kijken. En uh, tot ziens uh, in de volgende video. Hoi hoi!